Erevoorzitter van de VHP, Raam Sarju, zegt dat president Chandrika Prasad Santokhi het land gered heeft uit de moeilijkste omstandigheden die Suriname heeft gekend. Dit zei afgelopen donderdag bij de heringebruikname van het partijcentrum De Olifant. Gezien de bewezen diensten aan land en volk hoopt Sarju dat volgend jaar er een hernieuwing zal plaatsvinden van de functie van president voor Santokhi. Wij eten en drinken en rijden onze auto en er is nauwelijks een parkeerplaats. Uitgaande van een situatie van ellende waarbij er niet eens geld was om salarissen uit te betalen en een brood op tafel te leggen. Vandaag zijn we hier in Weelde bij elkaar. En belangrijker is nog dat we een hoopvolle toekomst hebben onder leiding van de heer Santokhi. Sarju geeft aan dat het ook dankzij Santokhi is dat het VHP-centrum, waar belangrijke beslissingen zijn genomen voor partij en land, is gerenoveerd.